deze links heb je wel verwisseld, helemaal goed. Maar je begint met de vier kwartsmaat altijd met 1. Ja. 1, 2, 3, 4. Tijdens het spel, maar gewoon als je thuis bent en je denkt van deze gaat niet zo goed, gewoon blijven tikken en altijd niet erop focussen, dan komt het vanzelf. Ja, wat je dus, ja, en dan is het niet een kwestie van harder slaan, maar echt vanuit het subtiele zoeken. Hè? Wat je dus nu kan doen, is de vierkwartsmaat spelen zonder de ding, wat je net deed, maar ook met de ding. Ja. Dus dan krijg je ding, zonder ding. We gaan nog makkelijk. Begin maar zonder ding en dan zeg ik af en toe met ding, zonder ding. Gaan we wel kijken wat er gebeurt. Hier. Mocht je nou met iemand samenspelen en je gaat echt over op het intuïtieve, dan kan het ook wel zo zijn dat het niet meer een echte vierkwartsmaat is. Nee. En dan kan iemand je niet volgen. Dus zorg wel dat je op een of andere manier wel beseft van dat die 1 of het accent is of de ding. 1, 2, 3, 4. En als je dan die hebt gespeeld, 1, 2, 3, 4, kun je overgaan naar niet een ding spelen. Dus het accent zelf. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zonder. Met. Zonder. Met. Hoe zie je? Ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nu ga ik echt oefenen, want ik doe het gewoon. Ik ben de tel al lang. Het is alleen die eerste dat ik een tel heb, zeg maar. Maar daarna raak ik hem eigenlijk kwijt. Ja, en toch zat je net maar in een hele mooie flow. Maar probeer echt die vierkwartsmaat te leren. Ja. En vanuit daar kun je dus van alles gaan zoeken. Met en zonder. En op een gegeven moment dan, als je er goed in zit, dan kun je die eens een keertje pakken of die kijken wat goed voelt. Ja. Maar zorg dat het ook tonen zijn die je prettig vindt. Ja. He, want er zit ook een toon in dat je denkt van, nou, daar heb ik niks mee. Dat heb ik met deze bijvoorbeeld, met een halve toon, weet je wel. Ja, ik heb ook met deze ook. Met die twee een beetje. Maar deze vind ik ook wel mooi. Ja. Maar dit vind ik de mooiste toon. Zeg maar. Ja, deze 3 eigenlijk. Leuk, hè? Ja. Dus ben je toch weer verder. Je speelt hem al, weet je, die vierkwartsmaat, onbewust. Ja. Ja, onbewust, ja. Hè? En nu heb je hem gewoon, vanuit hier kan er van alles groeien. Wat je hebt, kun je misschien nog meer uitbreiden of andere dingen. Ja. Ga er lekker mee aan de slag. Ja, net ook die andere dingen die ik leerde. Ja. Weet je het nog? Ja, in ieder geval deze. Goed. En?
Even denken hoor. Oh ja, de zeg maar. En andersom, ja, zeg maar. Ja, helemaal gelijk. Perfect. Heel goed. Ja. En dan kun je daar ook nog weer combinaties in maken van linksweek, rechtsweek en dan gewoon weer een hele toonladder en dan weer dan kun je hem ook zo gek maken als je zelf wil. Maar neem de tijd en ook rustig spelen. Want je kan ze ook allebei wel aanslaan natuurlijk. Ja. Ja, dat is dus veel maar. En dan ga je weer terug en dan doe je een fake. Een fake? Ja. En dan ga je door in een fake. Maar wel zorgen dat je ook in één keer doorspeelt. Ja. Het zijn mooie oefeningen. Ja. Ik vind dat je het hartstikke goed doet. Dankjewel. Dus dan gaan we aan de slag.